Lieve mensen, hartelijk welkom alweer op de 9e aflevering van Reizen met Frank. We hebben u op deze wereldreis reeds meegenomen naar verschillende landen. Ecuador, we hebben Australië hebben we bezocht, de prachtige plaats Sydney met zijn mooie klimaat. En we hebben onze reis vervolgd langs de oostkust richting Cairns. Daar zijn we een nacht gebleven en we zijn daarna doorgegaan. In de ondiepe zee, vlakbij Irian Jaya, oftewel Nieuw-Guinea, wat gespleten is in twee delen. Een Indonesisch deel en een Australisch deel. Dat hebben we aan de oostkant laten liggen. En we zijn nu op weg naar Semerang, de hoofdstad van Java in Indonesië. De grootste archipel ter wereld, met 250 miljoen inwoners. Wij bezoeken daar het prachtige Java, de rijstvelden. En we zullen ook nog een bezoek brengen aan de Borobudur. In ieder geval genoeg om naar te kijken en ik wens u daar heel veel plezier bij. Reist u met me mee? Indonesië komt van het woord Indo, wat India betekent in het Latijn. En Nesium komt van Nesum en dat betekent eiland. Vandaar dat het vroeger ook heette Nederlands-Indië, omdat Nederland er 3 eeuwen lang de baas was. Met grote zeilboten voeren de Nederlanders er naartoe om handel te drijven. Vooral kruiden, tabak en koffie werden meegenomen naar Nederland, omdat de mensen dat heel lekker vonden en er veel geld voor over hadden. Er zijn nog steeds 600 Nederlandse woorden die in het Indonesisch nog gebruikt worden. Bijvoorbeeld handdruk, jas, sandaal, dokter, pleister en telefoon. In 1945 wilde Indonesië vrij zijn. Toen hebben ze een eigen vlag gekregen. Rood-wit, geen blauw. De eerste president was Sukarno, een communist die in eenzaamheid gestorven is. En die is nog steeds bijzonder populair is. Hij is allang dood, maar als herinnering dat hij 100 jaar geleden geboren was, is er in 2001 nog steeds een postzegel voor hem gemaakt. Suharto is zijn opvolger. Dan de geloven. De eerste is de islam, de tweede is het hindoegeloof en het derde het boeddhisme. Het christendom is ook alom vertegenwoordigd. Indonesië bestaat uit meer dan 13.000 eilanden, waarvan ongeveer 1200 bewoond. Er wonen meer dan 250 miljoen mensen. Van deze mensen wonen er alleen al op Java 140 miljoen. Als je over Java rijdt, zie je dan ook overal huizen en mensen. Er zijn bijna geen lege plekken meer over. Java is niet het grootste eiland. Dat zijn Sumatra en Kalimantan, dat ook wel Borneo genoemd wordt. Verder komen uit Indonesië allerlei dingen. Thee, koffie, cacao, tabak, kruiden voor het eten. De mensen eten er veel rijst. Dat noemen ze nasi. Ze eten dat met groente, vlees, ei. Verder eten ze veel mie. Als je naar Indonesië wilt, moet je echt met het vliegtuig. Omdat het land bijna op de Eifel ligt, is het er altijd heel heet. De zon staat daar recht boven je hoofd. Vooral in de zomer regent het bijna nooit. De droge tijd is van mei tot oktober. Het is dan wel erg warm. En er valt maar af en toe een buitje dat de natuur weer opfrist. In de winter regent het wel veel, maar is het nooit koud. Wij beginnen vandaag met onze aankomst op Java in Semerang, de hoofdstad. Zoals gesteld wonen er ongeveer 140 à 150 miljoen. Ze hebben ze nooit geteld daar op dat Java. En zijn alle bossen bijna ontgonnen. Helaas, maar dat was nodig om de rijstvelden bij elkaar te krijgen. Om daar voldoende voeding uit te halen. Op deze haven zijn de meeste mensen die op het schip werken, wonen daar, zijn daar woonachtig. En familie komt vaak met scooters en met auto's van 12 tot 15 uur rijden om even een glimps van ze op te vangen. Ze mogen echter niet van boord. Wel de hogere officieren, maar de lage officieren mogen dat niet. En de bemanning, zeg maar de hutjongens, die mogen alleen zwaaien naar hun partner. Ja, dat is dan zo'n mannetje wat daar zit in de haven en alles wordt nog met de hand gedaan. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Mail, alles wordt met op de rug via de loopplank naar buiten gesjouwd. Dat is eigenlijk al eeuwenlang het geval en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. Ook is het zo dat het loon van deze mensen laag is en daardoor de kosten voor de industrie wat lager. Ja, dat zijn kinderen. Kinderen zijn altijd blij waar je ook terechtkomt, ze spelen. Al is het in de grootst mogelijke armoede. Dit was even een plaatje van het bewijs. Kinderen aan de haven. Ja, wat jongens aan een bar. Altijd slank, altijd mager. Dat komt ook door de voeding natuurlijk. Dan te weten dat bijvoorbeeld voor de rijstvelden dat er maar op één plantje 5 korrels vanaf komen. Dus
Heel veel is er dus niet te halen. Dan zien we hier een groepje islamitische meisjes. En je ziet altijd weer de V-vinger van vrede. Dat vinden ze altijd leuk, dat ze erbij zijn. In Korea doen ze dat allemaal, hier niet allemaal gelukkig, want het begint een beetje te vervelen. Maar ze zijn ontzettend aardig, ontzettend lief. We mogen zeggen dat 90% van de bevolking van Java islamitisch is en denkt. En daarom is het ook het grootste islamitische land van de wereld. Ja, en dit zijn dus allemaal bedelaars die langs de auto's van de verschillende steden, bijvoorbeeld hier in dit geval Yogyakarta, gaan om in ieder geval nog een aalmoes te krijgen, om mogelijkerwijs nog één kleine maaltijd per dag te krijgen. Het is natuurlijk een zielig gezicht, maar ja, het is niet anders. Zo is het leven. Ja, een prachtige omgeving daar van een mooi meer. En de schaduwinval van het wit met die boom op de voorgrond vond ik erg mooi. Gewoon een mooi plaatje om even te denken aan Java, hoe mooi het kan zijn als er niet veel woningen zijn. Ja, dan gewoon een meisje met wat oorbellen zomaar genomen in de straat. Ze kijkt wat achterdochtig, maar over het algemeen zijn ze niet. Het is zelfs zo dat volgens het geloof je mag je meteen trouwen. Ik heb een huwelijksaanzoek gehad van een heel jong meisje. En waarom weet ik nog steeds niet, maar de hele familie waren het er volledig mee eens. En we hebben een geweldige picknick gehad. Dit zijn zo en al wat kruiden die opgeschaald liggen. Worden daar veel gebruikt in het eten. Het Indonesische eten is heerlijk. Daar valt niks op af te dingen. Het is een fantastisch allemaal hoe lekker je daar kan eten. Probeer niet in Indonesië een rijsttafel te krijgen, want daar hebben ze nog nooit van gehoord. De Nederlanders hebben de rijsttafel gekwalificeerd als een soort overblijfseltje voor de volgende dag. Wordt daarom ook koud gegeten. Maar Indonesië, als je naar een rijsttafel vraagt, hebben ze er geen idee van. 275 talen worden er gesproken en het belangrijkste taal is het Indonesisch. Ja, dan de rijstvelden. Als het heel mooi geregend is, is het prachtig groen. En de plantjes die worden gestoken en komen daarna weer naar voren en komen eruit. Nogmaals, 5 korreltjes op 1 plantje is niet al te veel. En ik moet je zeggen dat dat de voedingswaarde van de rijst natuurlijk toch wel vrij goed is en vrij hoog ligt. Enige hilariteit ontstaan op het schip, want een vrouwelijke passagier had in de juwelierswinkel aan boord enkele gouden sieraden gestolen. Werd betrapt, kon haar koffers pakken en ging in Darwin met politie van boord af. Ook miste ze regelmatig zilveren schaaltjes, vorken en messen uit het restaurant van de Pinnacle Grill, zilver dus. Ze keken eens op de passagierslijst en de boekingsdata, deden een onderzoek in de cabine van een vrouw, bingo, een koffer vol met zilverwerk onder haar bed. Je kan het toch haast niet gekker bedenken. Ook zij is met politiebegeleiding van boord afgegaan. Never a dull moment. Na het volleybaldebakel heb ik met 5 man een saunaploegje gevormd, zo elke dag om 4 uur. We nemen dan de laatste roddels door van het schip, de opbloeiende romances, onder andere van het oudere dametje dat vreemd ging met een dansmannetje, en de opkomende romance van een Filipijnse scheepsjongen met een Australische miljonaire van een videoketen. Er was nog wel een bemanningsoefening dat het schip gekaapt was en de kapitein gevangen genomen werd. De branddeuren gingen automatisch dicht en er werd een hoog sonorgeluid geproduceerd, wat het menselijk oor niet aan kan. De kapers werden door de bemanning met gigantische oorkleppen rustig geboeid afgevoerd. Etje Raketje, de kapitein, stond er een beetje beduusd bij te kijken. Ik ben benieuwd hoe hier op kapingsgebied weer een anti-anti-manoeuvre op wordt toegepast. We huurden voor 8 uur een privé taxigids Made, elke zoon in de familie heet zo, die het niet-toeristische feestenherkenning reisplan van Lies uitvoerde. De basis was het Hoenda-geloof met de enorme hoeveelheid tempels en toegewijd aan de Hindoe Trimurti of Brahma, schepper van de wereld, Vishnu, de instandhouder, en Shiva, de verwoester. Goede geesten leven in de bergen, slechte geesten wonen in het woud, het strand en in de zee. Grappig is dat alle Balinese tempels met het vooraangezicht naar de bergen wijzen. De
ingang is zodanig ontworpen dat boze geesten kansloos zijn tegen de scherpe voorwerpen en de vele hoeken. De dood is gebaseerd op reïncarnatie en wereldbekend zijn de begrafenisceremonie, waarbij met veel vuur de geest wordt bevrijd van het lichaam en je in een nieuwe wereld komt, genaamd Shanghai Midi. We zijn van Java zijn we naar Bali gevaren. En Bali is eigenlijk wel een wonderschoon eiland. Het ligt natuurlijk onderweg met Denpasar als hoofdstad. En het ligt onderweg naar Australië en vele andere wereldsteden. Denk aan Kuala Lumpur. Bali is natuurlijk een Hindoestaanse achtergrond. We zien hier de Tana Lot, een Hindoe-tempel die in zee gebouwd is. Prachtig is om naar te kijken. Ik sprak daar een man en die was al een jaar op zoek naar een mooie ring. Want in zijn gebeden kwam naar voren dat er een ring om het eiland moest zijn. En hij vond het nodig om deze te gaan zoeken. Dat was een opdracht van zijn geloof. Nou, zo lopen er wel meer andere mensen rond waarvan je dacht van nou, daar geloof ik niet helemaal in dit festijn. Maar uiteindelijk is het wel heel veel de moeite waard om daar een keer een kijkje te gaan nemen. Daarbij is het ook heerlijk koel, want in Bali is het erg heet. Van de tempel Tana Lot kennen wij natuurlijk ook de Hindoestaanse viering. Van allerlei etenswaren die opgediend worden aan de goden. Die meestal bij een pagode of bij een tempel aanwezig zijn. Het verschil tussen een tempel en een pagode is dat je kan een tempel in. Bij een pagode kan je er omheen lopen. Dat is het grote verschil tussen tempel en pagode. Ik begrijp ook niet goed, want als je de volgende dag terugkomt, dan zijn die etensresten allemaal verwelkt en zijn niet aangeraakt door iemand. Een beetje zonde van de tijd en het geld, maar dat is nu eenmaal hun geloof. Ik ben er ook nog geweest naar een verbranding. Een soort begrafenis waarbij de lijken in prachtige mooie witte doeken worden eerst gebalsemd en daarna ingewikkeld. En dan gaat gewoon het vuur erin. Dat is wel een hele bijzondere aangelegenheid. Waarvoor zij denken dat hun ziel dan naar de hemel of naar het hiernamaals gaat. Een ander mooi plaatje is dit plaatje van twee van die surfplanken en een vrouw die toevallig net dezelfde kleding aan heeft. Kijk maar eens goed. Die gele en die rode plank die komen terug in de houding van het vrouwtje. Ik vond dat een bijzondere foto. Ik heb hem ook een paar keer ingestuurd. En ik ben er met verschillende fotowedstrijden heb ik hier een hoge waardering voor gekregen. Leuk om dat even te zien. Vooral die schaduw ook van die bomen erbij. Gewoon een leuk plaatje. Ja, en dan is dit Kuta. Bali wordt verdeeld in een aantal Sanur en Kuta. En Kuta ligt aan de kust. Daar heb je ongelooflijk veel vrouwen met een helm op, met een nummer. En die willen je allemaal een massage geven. Iemand heeft een massage. En je wordt er stapel met chokken van, want ze lopen een half uur, drie kwartier achter je aan. Want alleen de volhouder, of de volhoudster in dit geval, die wint. Er zijn allerlei lekkernijen die van het binnenland aangeleverd worden. Zoals bananen, sinaasappels, fruit. Alles wat je maar kan bedenken, want het groeit natuurlijk heel erg hard. Omdat het een tropisch klimaat heeft en daarbij regent het heel veel. Maar het Kuta-strand is gezellig. Je kan er zwemmen. De zee is daar erg warm. Het geeft dus geen echte afkoeling. En surfen is ook een hele nationale sport daar. Heel veel mensen komen in Kuta om te surfen. Je hebt kleine restaurantjes daar. Je kan er goed vertoeven. En het is ook een low-budget area. Dus veel backpackers die daar komen. Ja, dan ga je naar het midden van het eiland met een auto. Ze rijden trouwens allemaal aan de verkeerde kant. Maar ja, dat mag je tegen niemand zeggen. Want ze rijden ze allemaal links. En dan kom je in het hoge gebergte, dus over de rijstvelden heen. Naar prachtige houtbewerkende industrie. Het is werkelijk ongelooflijk wat deze mensen van hun hout kunnen maken. Zij exporteren dat over de hele wereld. Een bijzonderheid om dat te gaan zien. Als je dan even verder rijdt, dan rij je naar de oude hoofdstad van Bali. Dat heet Singaraja. Dat is ook wel een uurtje of drie à vier rijden. Maar het is zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan. Want vooral aan die kant van het eiland kan je ook prachtig duiken. Ik heb daar nog een man meegemaakt die ons overroeide naar een eiland. En die vertelde dat hij een vriend in Nederland had en die heette Bernard. Nou, daar kwam de foto, prins Bernard met zijn vriendin. Het was een heel erg mooi gezicht. Hier komen nog een keer de paarden die ze daar maken in een toestand dat ze bewegen. Hè, dat ze actief zijn, van verschillende kleuren. Ik kan niet anders zeggen dat het heel erg mooi is.
Ze worden ook heel goed ingepakt als je ze wil bestellen. En het is zeker de moeite waard om klein houtwerk daar ook te kopen. Dit is weer zo'n mooie afstandsfoto van een meer en een bewolking die daar op de achtergrond dienst doet. Je hebt nogal wat vulkanen ook in Indonesië. Er zijn nog zo'n 10 werkende vulkanen waarvan iedere keer de rook omhoog dwarrelt. Het is wel heel erg mooi, maar vooral de grond is dan zeer vruchtbaar. Dus er groeit werkelijk alles wat je maar bedenken kan. Dan heb je hier een man in de boom. Ja, als je honger hebt, dan ga je de boom in. En dan pluk je een kokosnoot, die sla je open en dan heb je misschien wel de meest gezonde drank van de wereld. Zij doen dat op blote voeten, op een hele handige manier. Ze zoeken daar de juiste boom voor uit. Het is een prachtig gezicht om die mensen van boven met een hakmes die kokosnoten eruit te zien slaan. En die worden dan gedeeld met andere medemensen die daar beneden al wachten tot de kokosnoot naar beneden valt. Dan is dit natuurlijk ook een vorm van een Balinese kunst. Meisjes en jongens zijn over het algemeen heel erg tenger en hebben een prachtige manier om met hun handen te bewegen. Het zijn ook liefdesdansen en dodendansen die je krijgt voorgeschoteld. Als u daar bent, gaat u dan eens een keer naar zo'n prachtige Balinese show. De aankleding is werkelijk fenomenaal. De gezichten worden bewerkt met allerlei mascara en kleuren. En het doel van de voorstelling is om mensen beter te laten weten en laten voelen wat het is om Hindoestaan te zijn en te geloven in hun wereld. Ja, en dan eindigen ze altijd op zo'n festijn met in de rij staan en dan heel veel groeten. Vooral heel erg diep buigen. Jonge meisjes, oudere vrouwen, ze doen allemaal even graag mee om het naar je zin te maken in zo'n prachtige dansvoorstelling in Bali. Borobudur, wat is dat? Dat is een tempel, een boeddhistische tempel, de grootste van de wereld. De Borobudur is een oude tempel op het eiland Java in de buurt van Yogyakarta. De naam betekent zoiets als tempel op de berg. Jaarlijks bezoeken hier heel veel vakantiegangers deze tempel. Borobudur is een van de 7 wereldwonderen. Het is enorm veel werk geweest om alle blokken steen op te stapelen. Het heeft al 40 jaar geduurd om alles te bouwen. De tempel wordt ook stupa genoemd omdat hij een soort klokvorm heeft en in 8 verdiepingen steeds hoger wordt. De Borobudur heeft 8 etages. De onderste 5 zijn vierkant, de bovenste 3 zijn rond. Als je op de Borobudur staat, kan je heel goed de Merapi, de vulkaan, zien. Op elke verdieping staan weer kleine stupas, totaal wel 500. Ze zien eruit als klokken, zijn leeg en binnen kan je hand doorsteken en een beeld in het midden aanraken. Het is een boeddhistisch heiligdom. Het is naast de Prambanan en de Kraton in Yogyakarta een van de toeristische trekpleisters van Centraal Java. De Borobudur is opgebouwd als een grote stupa, heb ik al gezegd. De basis van deze stupa is 123 meter bij 123 meter. De stupa heeft 9 etages, de onderste 6 zijn vierkant, de bovenste 3 rond. De etages vertegenwoordigen de boeddhistische kosmos. De bovenste etages bevinden zich 72 kleine stupa's die gebouwd zijn rondom één grote centrale stupa. De grote stupa staat symbool voor het nirvana. De kleine stupa's vertegenwoordigen van onder naar boven de weg die een boeddhist moet afleggen om uiteindelijk in het nirvana, het hemelse aard, het hemelse rijk, te worden opgenomen. De open gaten in de onderste stupa's bestaan op hun punt. En in de bovenste stupa's, vlak horizontaal, is de weg duidelijk en het geloof stevig. 'S Ochtends dient de Borobudur nog steeds als gebedsoord. Een pelgrim loopt iedere etage 7 maal rond met de klok mee. In de stupa bevinden zich beelden van Boeddha. Wie door de gaten in de stupa's deze beelden aan kan raken, ontvangt volgens het lokale bijgeloof het eeuwige geluk. Ja, hier zijn we bij de ingang van het park van de Borobudur. Je kan ook zien aan die hele grote steen dat er hartelijk welkom geheten wordt. Het is een park wat er aan grenst.
is door de laatste vulkaanuitbarstingen, de Merapi, en andere vulkanische uitbarstingen in het gebied nogal wat roet op die Borobudur gekomen. En dat moeten ze iedere keer schoonmaken, maar dat trekt er dus in. En vooral door de tropische regens en dat roet krijg je een soort zwarte laag over dat hele gebeuren. En dat maakt het er niet schoner op. En schoonmaken, daar hebben ze een hekel aan in Indonesië. Ja, en dan is dit dus de Borobudur. Ze hebben er tussen de 40 en de 80 jaar over gedaan. De mensen die er niet bij waren, hebben niet opgeschreven hoe lang ze erover gedaan hebben. Maar dit is een prachtig plaatje van de stupa's die rond één grote stupa gemaakt zijn. Je kan er ook helemaal in en rond en op lopen. Je kan zelfs naar de etages. En een pelgrim moet, zoals eerder gezegd, 7 keer rondlopen met de klok mee voor elke etage, voordat hij naar boven mag. En daar zijn hand mag doorsteken om een Boeddha-beeld aan te tasten. En dan hopelijk komt hij in het nirvana. Het meest gelukzalige wat een boeddhist zich voor kan stellen. Ja, hier dan toch weer even de kijk naar een gedeelte van die stupa's. Je ziet ook die zwarte vervelende laag van dat roet wat iedere keer opkomt als er weer een of andere vulkanische uitbarsting is geweest. Maar bij elkaar is het wel een heel erg mooi gezicht. En het is geweldig dat dit ook door het UNESCO is opgenomen. En het is ook geweldig dat deze grootste boeddhistische tempel in de wereld zoveel bezocht gaat worden. Denk aan souvenirs, et cetera. En de souvenirsverkopers die daar hun voordeel mee doen. Ja, dit is een foto van een van de Boeddha's die bovenop de top is. Ik moet zeggen dat het geweldig uitziet. Het is een juiste belichting. Dat geluk moet je een keertje hebben. Je ziet, er kan er wel lopen. Je moet alleen oppassen dat je niet naar beneden valt. En vooral kinderen moet je bij de hand houden. Dieren zijn er trouwens niet toegestaan. Ja, hier heb je dan zo'n Boeddha-hoofd op de bovenste etage van het gebeuren. En daar kan je dus met je hand, als je het aan kan raken, en je ziet ook al aan het voorhoofd dat het heel veel keren gedaan is. Je moet er je geluk mee weten te vinden. En om gelukzalig daarvan dat grote Borobudur af te komen en in het hiernamaals te geloven dat het daarna jou beter zal gaan. Het is wel een prachtig geloof, dat boeddhisme, want doe datgene wat je zelf niet wil doen aan een ander, doe dat niet. En behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden. Daarbij diefstal en zo in het boeddhisme komt bijna tot niet voor. En een van mijn reizen naar Burma heb ik dat zeker meegemaakt. Zeer sociale mensen. Eten wordt gedeeld, alles wordt gedeeld. En je hebt eigenlijk niet veel nodig voor het geloof. Ja, dat is dan Lies die zich even vasthoudt aan een van de tempelwanden. Nou, toch een leuk gebeuren dat ze even op de foto staat. Want ze is niet zo erg bereidwillig om op foto's te staan. Dus ik was blij dat ik dit plaatje nog even tussendoor vond. En ik heb hem daar nou maar afgebeld. Ja, hier zie je dan weer de bovenkant. En ook eigenlijk de grootte van het hele festijn. Want je moet echt klimmen, wil je naar de bovenste etages komen. En wil je naar het bovenste gedeelte komen, waar je dan vrij kan rondlopen. En ja, dat duurt wat langer. En er zijn nogal beslommeringen om daar te komen. Ze hebben natuurlijk niet zo'n tempel gebouwd om rustplekken met een bankje neer te zetten. Dus als je naar boven gaat, ja, dan moet je ook weer naar beneden. Ja, dat zijn die stupa's waarbij ze de Boeddha binnen in de klok hebben. En waar je kan voelen of je haar of de Boeddha kan ontmoeten om daarna een wens uit te spreken. En de wens uit te spreken wat je verder met je leven zou willen gaan doen. Daar zie je ook alweer wat slangenkoppen en wat boeddhistische vormgeving. Je ziet dat de stenen net zoals op andere, zoals Machu Picchu, geweldig op elkaar zijn gezet. Zonder cement. Dat is nog even heel belangrijk om te vertellen. Er is geen cement gebruikt, ook niet bij de Borobudur. Ja, kinderen die dan natuurlijk daar een uitje hebben. Hè, want die krijgen wat limonade en die krijgen wat te eten. En daar zijn ze weer helemaal blij. En je ziet ook aan het meisje aan de linkerkant van de foto, die zoiets heeft van, nou, wat jij hier nou doet, ik weet het niet. Maar ik ben erbij. Wij namen u vandaag met onze 9e aflevering van Reizen met Frank graag mee naar Indonesië,
een geweldig groot land, 250 miljoen mensen. We namen u mee naar Java en we namen u mee naar Bali. Java, wat een speciale moment had met het bezoek aan de Borobudur, de grootste tempel, de boeddhistische tempel van de wereld. Wij zijn doorgevaren naar Denpasar aan de kust van Bali, hebben u daar wat verschillende beelden laten zien. En we zijn nu op weg naar Hongkong. Hongkong, een hele moderne stad. Ik heb er zelf verschillende malen mogen wonen en werken. En we nemen u heel graag mee om te laten zien hoe groot deze wereldstad zich heeft ontwikkeld in de armen van de Chinese Volksrepubliek. Reizen met Frank, reist u verder met me mee.